Hoi allemaal! Het leek me leuk om vandaag weer iets anders te doen, namelijk 5 random favorites. Dat heb ik volgens mij nog nooit eerder gedaan, correct me if I'm wrong. Maar het leek me wel een keertje leuk om een beetje random favorieten in plaats van alleen maar beauty favorieten te laten zien. Ondertussen zijn er mensen ineens voor mijn huis aan het schreeuwen naar elkaar en komt er een helikopter overvliegen, maar dat mag de pret niet drukken. Ik begin met een paar schoenen. En dat zijn deze kanten gimpjes van Stradivarius. En ik vind deze super leuk. Ze zijn dus een beetje kant, dus je ziet gewoon je voeten er doorheen. Maar niet je tenen, want er zit gewoon een dichte neus. En daarom vind ik ze ook zeg maar wel nog charmant en zo. En een beetje gouden details. En deze, ik zag in een tijdschrift zag ik hoge Converse staan, All-Stars zeg maar, met zeg maar van kant. En dat vond ik super leuk, maar ik keek en ik vond ze best wel duur. En ik weet dat Converse zitten mij gewoon niet heel erg goed. Zeg maar het merk Converse, er zijn mijn voeten gewoon een beetje te smal voor. Ik weet, ik heb altijd last van mijn kleine teentje. Dus ik dacht, ja weet je, dat vind ik dan een beetje veel geld. En toen waren we in Milaan op vakantie en toen kwam ik deze tegen. En toen dacht ik, dat is echt super leuk, want dat zijn ook kanten schoentjes en dan laag. Ja, dan heb je, ik geloof dat deze 20 of 30 euro waren. Van Stradivarius schoentjes weet ik dat ze me wel vaak goed zitten. Dus deze ben ik echt heel blij mee, vind ik hele leuke schoenen. In de zonnige categorie deze zonnebril. Ik heb hem al een hele tijd. Hij is van Pull&Bear. En ik vind het gewoon een heel leuk model. Het is een iets grotere bril, maar weer niet super groot. En nu zien jullie jezelf, of zie jullie de camera. Ik vind het leuk, want hij heeft hier een beetje zo'n soort panterprintje, maar dat is natuurlijk niet helemaal. En dan een roze spiegelglazen. Ik vind het gewoon een hele gezellige, vrolijke bril. Ik draag hem heel graag. Ik heb hem eigenlijk van al mijn zonnebrillen by far het meest op nu. Hij ligt ook altijd op het kastje in de hal. Deze pak ik eigenlijk altijd als ik naar buiten ga. Iemand doet nu een Indiana buiten, mocht je afvragen wat je hoort. Dan toch een beetje beauty, maar toch ook weer niet. Dat is deze haarborstel. Dit is de Wet Brush. Ik had al de Tangle Teaser. Maar wat ik met de Tangle Teaser vind, is zeg maar op vakantie... als ik glanzender haar wil, dan vind ik daar de Tangle Teaser niet helemaal geschikt voor. Of als je bijvoorbeeld een mooie strakke staart wil maken, kan ook niet echt met de Tangle Teaser. Dus nam ik vaak 2 borstels mee. Tot ik de Wet Brush ontdekte. En dit ziet eruit als een hele normale borstel. Alleen de pinnetjes zijn echt heel erg zacht. Waardoor je super makkelijk door klitten heen komt. Zonder ze te... Dus ik doe het nu heel langzaam even in slow motion. Maar je ziet daar, hij glijdt echt vrij eenvoudig doorheen. Zonder het te beschadigen. Nu zit er ook geen enkele haar aan. Dat is wel na het douchen zo. Maar je gaat er echt na het douchen ook super makkelijk doorheen. Dus ik vind het echt een hele fijne combinatie tussen zeg maar, de Tangle Teaser en een normale borstel. Want hiermee kan ik dus ook wel gewoon netjes zo mijn haar strak naar achter doen. Bijvoorbeeld hè, als ik het mooi een keer strak naar achter wil. Ik vind deze ook net iets makkelijker hanteerbaar dan de Tangle Teaser die zeg maar... Alleen maar zo, weet je wel. Dan moet je altijd een beetje zo. Dus ik vind het eigenlijk een hele fijne. Ik kocht hem bij de Douglas online. Hebben ook gratis verzending, dus daar word ik ook heel erg blij van. Dan oorbelletjes. Dat zijn deze oorbelletjes. Ik kan er wel even eentje in doen. Deze zijn van My Jewelry, maar je hebt ze overal. Myjewelry.com.nl, ik weet het niet. Maar je hebt ze overal van, zeg maar. En het zijn van die staafjes. Ik had ze al heel lang geleden gezien. Ze zijn al een tijdje hip. Maar ik vind ze wel heel mooi. Zeker omdat ik nu... Ik hou eigenlijk van hele grote oorbellen. Alleen met Niels is dat niet heel erg handig. Want die trekt echt overal aan. En dat is niet heel fijn als dat overal... Als dat je oorbel is waar die aan je oor hangt. En deze... Daarbij heeft hij dat helemaal niet natuurlijk. En daarom vind ik deze wel heel erg leuk. Dus dit draagt gewoon heel makkelijk. En ik vind er netjes uitzien, maar ook weer stoer, zeg maar. Dus je kunt ze zeg maar, voor verschillende doeleinden gebruiken. Dus deze oorbelletjes. We gaan er heel snel doorheen. Nou ja, mijn laatste favoriet.
Als je ook mijn filmpjes over de updates over Niels en zo kijkt, dan ken je deze al. Dit is het boek Balancing in Heels van Kirsten Cavallari. En Kirsten Cavallari die ken je waarschijnlijk wel van The Hills, want wie keek niet, of Laguna Beach daarvoor. Ik vind dit een heel goed allround boek. Ik heb er ook al over verteld, dus als je dat al gezien hebt, dan weet je het al. Maar ik denk dat niet iedereen van jullie die filmpjes kijkt. Ik vind het gewoon een heel veelzijdig boek. Het is zeker niet mijn favoriete personage uit The Hills. Maar als je het boek leest, dan kom je er wel achter dat ze eigenlijk niet zo is zoals in de show. En dat ze ook een beetje rebelse jaren achter de rug heeft. Maar tegenwoordig is het een mama. Dus het eerste hoofdstuk gaat ook over het moederschap en hoe zij dat beleeft. En vervolgens gaat het over, ik zit even naar de hoofdstukken te kijken, over ze is ook getrouwd. Dus het leven als getrouwde vrouw. Nou goed, dus die twee kan ik al afvinken. Herken ik me ook in veel dingen die ze zegt. Dus dat is leuk. En vervolgens gaat het over You Are What You Eat. Dus heel erg over gezond eten en wat zij daarin doet. En dat vind ik altijd heel interessant om te lezen. Dan gaat het over sporten. En vervolgens over mode. En dan over beauty. En dan nog, ben ik weer alweer vergeten hoe ze dat nou noemde. Er staan ook allemaal recepten in trouwens, wat ik ook wel heel leuk vind. Even kijken, de laatste is... even kijken hoor, het laatste hoofdje heet HBIC. En dan even kijken hoor. Head Bitch in Charge. Daar vertelt ze, ze heeft natuurlijk een eigen schoenenlijn en daar vertelt ze wat over de sieraden, dat soort dingen. Maar ik vind het gewoon een heel leuk allround boek. Het leest heerlijk weg. Er staan echt leuke recepten in, zoals deze oatballs. Dus balletjes met, hoe zeg je het in het Nederlands, havermout. Ik vind het gewoon een heel leuk boek. Dus die workouts staan erin. En er staan ook schema's in. Welke kledingstukken ze vindt. Dat in je kast horen. Waar je wat meer aan kunt spenderen. En die je juist ook lekker budget kunt houden. Dat soort dingen. Ik vond het gewoon een heel leuk boek om te lezen. Dus zou ik zeker aanraden. En dat is het. Dat waren mijn 5 random favorites van deze maand. Laat weten of jullie dit leuk vinden. Dan kan ik dit vaker doen. Of niet natuurlijk. ik weet niet of dat dan maandelijks lukt. Want ja, zoveel tijd voor allerlei random favorites heb ik niet. Maar ik hoop dat je het leuk vond zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En ik zou het heel leuk vinden als je het abonneren op mijn YouTube kanaal. Blondie Beauty Fashion. Door aan het eind van het filmpje op subscribe te drukken. Super bedankt voor het kijken nogmaals. En tot snel. Doeg. Een serie. En die had ik bedacht. Die noem ik de Stash. En dan doe ik elke keer iets uit mijn stash. Dus vandaag, hoe kan het ook anders, beginnen we met oogschaduwpaletten.